Hallo allemaal en leuk dat jullie weer kijken naar deze video. Vandaag weer een nieuwe leuke video. En wij gaan naar Mistval, het nieuwe dorpachtig iets. En ja, we gaan de missie doen. Waar is mijn kleindochter? Of zoiets. Ik zal even kijken. Ja, heb jij mijn kleindochter gezien? Die missie gaan we doen. Dus ja... veel kijkplezier. Ga nu naar diegene toe. Je moet naar V-Grove kunnen en je moet level 12 zijn en Star Rider. Dan kan je deze missie doen. Er zijn wel veel mensen die deze missie doen omdat de update woensdag is. En woensdag is het altijd druk, want dan komen er altijd nieuwe dingen en dan is iedereen daarheen. En ja. Goed. Ah, meisje, zou je een oude dame willen helpen bij haar problemen? Natuurlijk. Dank je. Ik heb gewoon ziek van zorgen. Mijn kleindochter Ranje gaat vanochtend op bezoek moeten komen, maar zij is nooit komen op dagen. Kijk die oma dan, die is zo, zij zo met haar moeder. Aan de andere kant van de bergen. Daar is Mistval. In het dorpje Dundel. Ze kwam bijna elke week. Maar vandaag niet. Het is niet met haar om bezoek te missen. Denk je dat er iets zou gebeuren kunnen zijn? Met die lieve meid. Kijk eens. Wie is dat? Wie is dat? Oh, mooi paard. Pas op, losgebroken paard. Allemachtig. Wat gebeurt? Ja, wat zou er allemaal gebeuren? En dat zien jullie in de volgende video. Nee, grapje. Jullie kennen me, ik hou van grapjes maken. Ik ken dat paard. Ik zou die hengst uit duizenden herkennen. Het is Dillinger. Het paard van mijn lieve Ranja. Maar waar is Ranja? Waar is mijn kleindochter? Meisje, alsjeblieft. Iets heeft dat paard behoorlijk te stuipen op het lijf gejaagd. Alsjeblieft, meisje. Je moet de Dillinger paard inhalen, hem kalmeren, voordat hij zichzelf of iemand anders kwaad doet. Kalmeer maar hem. Alsjeblieft. Dat doe ik. Zo, die is druk. En hij rent nog weg. Oké, nou we hebben een paard te vangen, jongens. En meisjes. Ja! Oké, het is gelukt. Eindelijk. Oh, mooi paard. En ik heb ontdekt dat we in Mistval deze haflinger ook kunnen kopen. Maar ik denk toch dat ik dat niet ga doen. Maar oké, goed. We gaan even met je praten, paardje. Oh, ik moet van mijn paard. Wacht, gaan we nou op dat paard rijden? Nee, toch? Ga niet op dat paard rijden, anders wordt mijn spark jaloers. Hinnik, ga naar het bange paard. Ja. Ik heb alles goed gedaan. Ga maar nu naar bange paard Dilling toe en kalmeer hem. Ah, oh, dat is zo schattig. Goed gedaan. Sniff. Oké, hij lijkt nu rustig te zijn. Oké, ik ga even zo doen, zodat iedereen beter kan zien. Ik moet Dillinger
terugbrengen naar oma Roos. Oké. Even rennen. Kom maar, paardje. Naar oma. Ja, daar is Dillingen. Inderdaad. Wat is er met je gebeurd, Jochie? Waar is Ranje? Ik maak me heel ongerust nu. Ik Dilling zo zit zonder ruiter. Hij heeft een speciale band met mijn kleindochter. Hij zou haar nooit zomaar afwerpen of wegrennen. Hij moet echt doodsbang zijn geweest. Arme dier. Ranje is nog steeds ergens buiten, helemaal alleen. En het degen waar Dilling bang voor was, is bij haar. Zou jij dan kunnen zoeken, Veronica? Oké, laat oma Roos weten dat je zult helpen met de zoektocht. Ik heb het goed gehoord, Veronica. Het geeft me rust als ik weet dat je naar haar zoekt. Maar Ranje kan overal zijn tussen hier en Dondel. Overal zijn. Waar moeten we beginnen met zoeken? Misschien zou je kunnen beginnen bij Misschien moet je gewoon volgen Dillingen tijdens je zoektocht naar de vermiste meisje Ranje. Goed. Oké, Hinnik. Wat bedoel je, Jochje? Oké, blijf. Ja, ik kan die naam niet uitspreken. Blijft onophoudelijk bewegen alsof hij wil dat je hem volgt. Heb ik je niet verteld dat Dillinger is mijn kleindochter een speciale band hebben? Het gaat om meer dan alleen band tussen paard en ruiter. Zij is zijn familie. Hij is haar gezichtsvermogen. Ja, dat heb je goed gehoord. Gezichtsvermogen. Ranje is blind. Maar dat houdt haar niet tegen. Het moet ook jou niet tegenhouden. Ze kan rijden als het beste. Nou, misschien kan ik even goed als haar rijden. Nou, waar wacht je nog op? Volg dat paard. Je vindt mijn kleindochter, alsjeblieft. Doe maar. Oké. Oh, Minspark, je bent al hier gekomen. Handig. Minspark staat al klaar. Oké. Oh, dit is echt super cool. We gaan gewoon een paard.
Normaal gezien zouden alle wolven de benen nemen met zoveel geschreeuw. Maar dit zijn geen normale wolven, dus we kunnen ons maar beter stilhouden, oké? Oh, is dat mijn stok? Dankjewel. Ik ben Ranje, maar dat wist je vast al. Leuk je te ontmoeten. Ja. Heeft oma Roze je gestuurd? Ik vind het vreselijk als ze zich zorgen maakt. Om mij, maar onder deze omstandigheden ben ik eigenlijk wel blij dat ze hulp heeft gezocht. Stukken beter dan een voer voor de wolf zijn. Toch? Haha. Praat met Rania over haar misgelopen avontuur. Ik reed altijd elke week probleemloos van Dungel naar Vicrove. Maar deze keer kon ik niet over de weg vanwege de... Quarantaine. Mama wil niet dat ik zou komen, maar ze maakte zich veel te druk. Ik ben geen klein kind meer en ik weet dat de weg in Mistval beter dan Jorvik Ranger... Wacht, dan Jorvik... Ranger, ook al kan ik niet zien welke kleur de bladeren hebben, niet waar. Dellinger, waarom hebben we een kortere weg door de bergen genomen? Ik wist dat we in de problemen zaten toen de wolven ons volgden door de pas. Maar wees alsjeblieft niet boos op ze. De roedel is normaal helemaal niet zo. Er is iets heel ergs mis met de wolven. Ze ruiken anders dan anders. Maar goed, toen we de bergafwaarts gingen, sloegen de wolven toe. Een van hen moet de arme Dellinger in zijn benen hebben gehapt. Ik zwaaide mijn stok naar de wolf om hem weg te jagen. Ik raakte op zijn neus. Hopelijk heb ik hem niet pijn gedaan. Ik zou mijn evenwicht wel verloren hebben, want plotseling rolde ik de berg af en verdween het geluid van Dellinger. En de wolven in de verte, ik heb me altijd hier verstopt. Ik wilde net weer naar de weg gaan toen jij er aankwam. Misschien merk jij het niet, maar ik kan de oceaan aan die kant heel duidelijk horen. Mijn plan was om dat geluid te volgen totdat ik bij... de weg zou komen. Het zou wel langzaam gegaan zijn zonder mijn stok, maar ik heb wel moeilijkere wandelingen gemaakt. Oké, ik ga dit even niet meer lezen. Au, oh, wow, mooie wolf. Uh-oh, we worden omsingeld door wolven. Het geeft geen goed teken. Maar het zijn echt prachtige wolven. Oké. Ik ga nu even niet meer lezen, want daar anders. Rijd terug naar Vicrove en ontmoet Rania bij het huis van oma Roos. Oh, we gaan een race doen. Leuk! Thank you.
goed gefinished. Veronica, je bent terug. Maar, waar is mijn kleindochter? Oh, dat had ik niet verwacht. Oh, zij is hier. Hinnik. Oh, hallo, oma. Jij was toch niet ongerust over mij? Ik zei toch. Rania. Zei ik niet dat mijn kleindochter bijzonder was, Veronica? Vertel me, wat is er gebeurd? Het was niets. Ik was alleen even gevallen toen de linger schrok van een tractor. Ik raakte mijn stok kwijt, maar Veronica heeft hem voor me gevonden. Alles is goed met me. Geen zorgen, oma. Nou, laat dokter Eieren toch maar even naar je kijken. Hoi. Oma, je maakt je veel te veel zorgen. Ik neem liever een zekere voor het onzekere, ja. Nou, ze ziet het. Kerngezond uit. Je paard heeft wat schrammen op zijn been. Het lijkt wel nagelkrassen. Hahaha, ja, dat kwam waarschijnlijk door de distels die we onderweg tegenkwamen. Heel gemene stekels. Oh, een auto. Dokter Oplet. Ah, nee, er komt nog een dokter. Daar ben je, Ranje. Je moeder en de hele stad zijn doodnerveus over je. Dokter Oplet, wat doet u? Dokter Oplet, wat doet u? Ik dacht toch dat we heel duidelijk waren geweest. Niemand mag Dundel verlaten, vooral de quarantine is opgeheven. Maar nu mag geen probleem. Kom met mij mee. Maakt nu geen probleem. Ja. Ik raad je aan bij Ranje uit de buurt te blijven als hij niet ook ziek wil worden. Aan de kant, meisje. Dit heeft niks met jou te maken. Dundel staat onder quarantine. Niemand mag weg totdat wij toestemming geven. Oh echt? Misschien moet u dan wat borden neerzetten in Brazilië. Ik wist het niet, dokter. Jij brutale. Nog goed. Kom nou maar met mij mee, dan breng ik je terug naar de moeder. Onder wiens gezag? Sorry. Op wiens gezag denk ik mijn kleindochter te kunnen meenemen? Op het gezag van de stadraad van Dundel, waar wij voor werken. Uw kleindochter vormt een gezondheidsrisico voor deze plek. Zij is ernstig ziek. Als het meisje ziek is, dan ben ik een koningin Maxima. Wat moet deze zogenaamde ziekte dan voorstellen, dokter Oplet? Was het niet... Het is nieuwe ziekte. Net als pokken, maar minder pokkerig. Het is zeer licht overdraagbaar. Pathogene factor 5. Ik laat me niet zomaar ondervragen... door het simpele dierenarts. Nou, ik kan u vertellen dat ik een
gediplomeerd arts ben en 10 jaar op de eerste hulp in Joffrestad heb gewerkt, voordat ik de overstap naar de dierengeneeskunde maakte. Waar heeft u gestudeerd? Ach, nou het meisje maar. We zijn toch bijna klaar met de draineren. Ik bedoel, de ziekte is toch bijna onder controle. Maar blijf uit de buurt van Dundel in Misterval, totdat de quarantine is opgegeven. Of anders. Of anders wat? Of anders. Gewoon. Anders. Nou, doei! Leg het aan mij of iets verdachts aan de dokter opletten. Is hij weg? Oh, die dokter oplet en geeft alleen maar problemen. Je wilt zeker weten waarom de quarantine er is. Zeg tegen Rania dat je wilt helpen met de onderzoeken van de problemen in Dundel. Rania, lieverd, wat heb je nu weer op de hals gehaald? En quarantaine. Hoe gaat het met jouw moeder? Wat is er aan de hand? Ik weet het niet, oma Roos. Die mensen kwamen naar Dundel en zeiden dat ons water niet veilig is om te drinken. Maar ik weet gewoon dat het niet waar kan zijn. Onze bron heeft het schoonste water in heel Jorvik. Lieverd, ik weet dat je moeder moedig bent. Maar als de dokters zeggen dat het gevaarlijk is, als je hier weggaat. Ik weet het, oma, maar ik wilde een bezoekje aan jou niet overslaan. En ik heb deze voor je meegenomen. Oh, bergbrambessen. Jam. Ze zijn nogal nat en kleverig. Oeps, blijkbaar heb ik ze geplet toen ik viel. Je bent een lief meisje. Je hebt ongetwijfeld het lief van de Faragnes, ja. Maar dat is toch geen excuus om zoveel problemen te veroorzaken. Vertrouw me, oma. Ik heb echt veel menskennis. En die dokter oplet is zo glad als een aal. Er klopt gewoon iets niet met die carotine. Sinds ze er zijn, heb ik nog niet eens iemand horen niezen in Dundel. Ik ben geneigd het daarmee eens te zijn. Als het een echte medische noodsituatie was, zal het in heel Jorvik op het nieuws zijn. Ik heb wel gehoord over de werkzaamheden aan de weg naar Misval. Maar een carotine, dat klopt gewoon niet. We moeten dit tot op de bodem uitzoeken. Veronica, ga jij met me mee terug naar Dundel? Rustig aan, Ranje. Ik heb al genoeg gevraagd van Veronica. Breng haar nou niet in nog meer problemen. Ik heb het gevoel dat ze wel van avonturen houdt. En daarnaast vertrouw ik haar, oma. Dus wat zeg je ervan, Veronica? Zin om samen met mij in de problemen te komen? Daar ben ik toch voor? Doe je mee? Fijn, ik had al zo het gevoel dat je ja zou zeggen. Iedereen zegt dat ik veel mensenkennis heb. Oké, we laten het hierbij. Goed, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. En tot de volgende video van deel 2. Dit was de eerste en ik zag toen ik het even op pauze deed, zag ik dat het al 31 minuten lang was. Dus ik dacht, nou, laat ik maar vanaf nu even gaan stoppen en deel 2 maken. Nou, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden en tot de volgende keer maar weer. Doei! Doei!